vandaag is de dag dat we de eerste wedstrijd gaan rijden. Het is maar een FNRS. 5B ook nog, dus het is echt begin van het begin. Maar goed, dat geeft niet, want we zijn tenslotte de beginners. Ik zal even laten zien wat er allemaal nog mee moet naar de manege. Dat is best veel. Andere kant, moment. Kijk, ik heb hier mijn ruiterpaspoort. Dekje moet mee. Ik heb gisteren mijn schoenen gepoetst. En mijn sporen. Ik las nog in Dressuur magazine dat je dat met zilverpoets kunt doen. Dat ze dan meer gaan glimmen. En dat klopt ook. Nou ja, uiteraard mijn haar. Oeh, mijn haarkoffer. Dus we gaan naar de manege. We zijn op de manege. Ik heb Vrona nog eventjes buiten gezet. Voordat we zo meteen beginnen met het hele riedeltje van schoonmaken, shampoo, borstelen, poetsen, glittertjes en andere dingetjes. Ik heb mijn rijspullen gewoon eronder alvast, wit shirt. Ik heb nog een trainingsbroek aan, daaronder zit dan mijn rijbroek. En dan kan ze nu nog heel even naar buiten voordat we zo gaan beginnen. Zo, we zijn... Ze heeft vlechtjes. En we moeten Sabine haar nog even doen. Dus we zetten haar even op stal. Je mag op stal. En dan gaan we daarna verder. Ik heb al betaald, maar Sabine moet nog betalen en dan gaan we zo rijden. Kijk, Sabine haar zit nu niet. Nee. Dat gaan we zo meteen veranderen. Ik ben zenuwachtig. Komt er wel mee. Komt er wel mee. Ja, mij ook. Nou, met die hebben we hier toch niks, dus we gaan even haar doen. Zo, Vrona is klaar voor. Hoop ik. Hoofdstel krijgt ze zo. Zadel ligt erop. Mooie stijgbeugels. Stijgbeugels zijn van Busse met Blingbling. En ook de riemen zijn van Busse, ook Blingbling. Dekje van Ruiterwaard. Dus gaan we zo beginnen. Heb je zin in, Vroon? Vroon zegt niks. Sabine mag eerst. Dus de laars aan het aantrekken. Mooie witte rijbroek. Het heeft gewoon alles onder de trainingsbroek en onder de trainingsshirt. Zelfs een jasje. Ja, zelfs dat. Knap, hè? Mooie knot van mij. Ha! Dressuurknot. Ja, in dressuur zijn ze, hoe noemen ze dat? Traditioneel. Dus dan doen we dat maar, hè. Kippen halen. Voorwaarts in arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. H, X, K, gebroken lijn. H, X, K, gebroken lijn. Daarbij de tails langer laten worden. Nu ben ik aan de beurt. Ik ga de losrijbak uit. En ik kom hier binnen in de bak waar de dressuurproef wordt gereden. En nu gaan we de proef rijden. Tussen X en G. Hand houden naar groeten. Tussen X en G. Hand houden naar groeten. Voorwaarts een arbeidsdraf C op de linker. Op de linkerhand, HXK, gebroken lijn. HXK, gebroken lijn. Zo, Tess, hoe vond je het? Goed gaan. Ja? Ja. Nou, ik was wat minder blij. We moesten een kwartier eerder. Dus Vrona en ik waren nog niet gesynchroniseerd. Maar ja, dat geeft niet. Dan maak je dat ook een keertje mee. Dus we gaan nu nog eventjes loslopen, stappen. Ja. En dan gaan we weer verder. Nou, van Ruiterwaard hebben we gekregen Healthy Horse Hydration. Dat daarboven kan ik niet uitspreken. Dat heet Equana, denk ik. En dat gaan we dus aan Vrona geven. Ik ben benieuwd. We hebben nu tenminste Sabine. Ja. Die heeft de AA-drank voor paarden klaargemaakt. En het ziet er ook echt uit als een soort, oranje drank. Oranje drank. Dus we gaan even het hals erom doen, kijken of ze het hebben wil. Zo, ons Tessaatje gaat even zorgen dat Vrona... Je ziet het spul. Oeh. Laat even het hoofd eraf doen en dan gaan we kijken of ze het wil drinken. Nou, Vroom, ben je er klaar voor? Daar komt ie. Joehoe. Zo. Volgens mij vindt ze het lekker. Leuk ook met die witte broek. Schoenen, leuk. Kom maar, Vroom. Is goed voor je. Joehoe. Lekker, hè? Okay. Nou, volgens mij vindt ze het wel lekker. Of niet? Ja. Stop? Nee. Oké.
Even opdrinken, vrouw. Sportdrank voor je. Ja, anders kunnen we de rest gewoon in de voerbak gooien met een beetje slobber, denk ik. Iets zag ik op de verpakking. Als we het niet in één keer drinken, dan kunnen we nog slobber doorheen gooien. Drannetje. Ja. We hebben ook nog andere goodies. Die moesten we ook nog geven. Kijk, die krijg je van Ruitenhart. Die vond ze ook, die vindt ze heerlijk. Oh. Ja, dat vindt ze wel lekker. Nou, ze heeft heel erg de best gedaan, want we hadden geen tijd om los te rijden. Want de wedstrijd liep een kwartier in. Dus toen heeft Sabine nog geruild. Ja. Om wel los te... Au, viel het op mijn hoofd. Om wel los te kunnen rijden. Daar waren ze niet mee eens. En vervolgens zat er eentje tussen en toen moest ik. Dus ik zat er net op. Dus nou, vooral je hebt het goed gedaan, hoor. Jij ook, Sabine. Nou, volgens mij vindt ze het wel lekker, al die hapjes. Nou, nog eens de deksel zien. Stond er gewoon wat op. Ja, precies. Dit is de garlic mini horse likes iets. Nou, ze vinden het in ieder geval erg aangenaam. Dit was de wedstrijd. Dit was onze eerste wedstrijd. We zijn allebei een beetje beduusd ervan. Is dat goed woord? Ja. En nou ja, volgende keer weer. En we hebben niet precies, we hebben een hoop geleerd, toch? Ja, zeker weten. Precies. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!